Want even analyse, Ben. Kom. Wat vond je ervan? Nou, het leukste was, ik heb met die mannen mogen kijken. Ja, goed, hè? En de eerste helft was, ik praat nu na, was zo slecht. Dat sloeg helemaal nergens op. Ze raakte geen bal. Xavi Simons had er al lang uitgemoeten. Die man, die kan niks. En dat die Schouten vergeleken wordt met Cruijff, dat zei Aad de Mos, slaat ook nergens op. Dus die eerste helft werd helemaal niks. Toen zei René, het wordt 1-1. En dan winnen we met penalties. Dat is dus niet geworden. Dick die zei dat in Xavi eruit, die moest er nog meer uit. Die Mapai, dat slaat ook helemaal. Memphis Depay, dat slaat ook helemaal nergens op. Die kan ook helemaal niks. En toen die tweede helft, iedereen was down. En toen ineens in die kamer, ja jongen, ging. Eén grote euforie. Hebben we terecht gewonnen, Dick, of niet? Wat zeg je ervan? Ja, terecht. Die Turken weten weer waar ze staan. Ik vond dat Weghorst wel de omkeerbracht, toch, de tweede helft. Qua gevaar en zo. En ik ben er wel mee eens dat hij nog steeds niet een basisspeler is. Maar zoals hij erin kwam, dan hadden die Turken echt ontzettend veel moeite mee. Ja. Met de dreiging. Mempai was minder goed, hoorde ik zo net. Dat was niks. Nee? Nee, ik had hem niet eruit gehaald. Heb je op het laatst dan. Wij hadden hetzelfde gezegd wat hij deed. Dus dat de middenvelder eruit ging en dat de paai daar ging spelen. Ja. En Weghorst erbij. Johan, relativerende nood. Oh, sorry. Vind jij dat we terecht gewonnen hebben? Of zeg je nou? Ja, zeker hebben ze terecht gewonnen. Maar voor de rust was het een ramp. Ja. En, wat een goede keeper hebben we ook, hè? Jawel, maar die jongen is op de lijn een meester. Maar die bal die erin ging, dat was nou juist wat ik bedoelde. Als hij in Engeland hoge voorzetten die lang onderweg zijn, is hij heel slecht met time. En dan heeft hij het geluk dat iedere verdediger daar kan koppen. Ja. Maar dat is een hele zwakke plek van hem. Maar voor de rest op de lijn is hij prima. Ja, fantastische redding aan maar het einde. Maar kan hij dat nog oppakken, denk jij? Nee, maar zonder man. Want ik weet niet of je dat kunt leren. We waren de eerste 10 minuten waren we prima. We begonnen lekker. Ja. En toen druk zetten. Lieten we het helemaal. Ja, we hebben heel veel balverlies. Ja. En echt, die voorste vier, ja, die waren niet goed. Maar ik moet wel zeggen dat die voorste vier, misschien Simons in mindere mate, maar die hebben het wel, de tweede helft hebben ze het wel, zeg maar, voor mij weer rechtgetrokken. Ja. Want ook Depay, dat was een wereld van verschil met de eerste helft. Gakpo was een wereld van verschil met de eerste helft. En het liet zich een paar keer vallen in situaties waar hij normaal gesproken of wel doorgaat, ja, of heel gek. Maar wel een gekke goal, hè, die tweede. Gekke goal. Ja, die werd ook volgens mij door die Turk aangeraakt. Ja. Toch? Ja. Ja. Want die voorzet was maar geweldig. Maar ik moet wel zeggen dat op een gegeven moment hadden wij wel in de gaten dat het met die Turken klaar was. Dat op was, ja. Die waren maar dan kregen ze de kansen nog. Die Turken hebben toch geen moment een indruk gemaakt dat ze die wedstrijd zouden winnen. De laatste 10 minuten gingen ze wel, kwamen ze er weer in. Ja, die kans die van de vent stopt dan. Ze hadden nog een moment om 2-0 te maken. Zo. Nee, op het laatst zijn we goed weggekomen. Ja, ja. Maar daarvoor niet. Het was één ploeg die speelde. Maar je zegt, het was een moment dat ze nog 2-0 konden maken. Ja, dat was daarvoor nog. Ja. Ja, en dan is het ook gebeurd. Maar joh, de dat, die, dus dat ook weer die Weghorst. Nee. Ja, Weghorst. Ook weer Weghorst. En nog even het maakt ertussen. Helemaal niet uit. Wat? We hebben gewoon gewonnen. Daar gaat het erom.